Goedendag, welkom in Mookhoek. We staan hier vandaag bij het akkerbouwbedrijf van familie De Geus. Hier wordt vandaag de Bokashi over het land uitgereden. Met het uitrijden van de Bokashi hier wordt de pilot van Waterschap Hollandse Delta afgerond. Dit maaisel wordt toegepast als bodemverbeteraar. Helaas is Bokashi nog altijd een afvalproduct voor de wet, wat maakt dat het niet binnen de kleine kringloop valt. Dit houdt in dat het binnen een straal van 5 kilometer, waar het gemaaid is, ook verwerkt moet worden. Deze pilot geeft aan dat het een prachtig eindproduct is. De boer is enthousiast, deze boer is enthousiast. En we willen graag ervoor gaan om de wetgeving hierop aan te passen. Want we willen dat dit breed toegepast kan worden in de toekomst. We zijn nu hier de Bokashi aan het uitrijden. We gebruiken al meer organische stof op ons bedrijf. We gebruiken mest, organische mest. We gebruiken groenbemester. We gebruiken gehaksel stro. En daarnaast proberen we als extra bron nu die Bokashi uit om te kijken of dat ook kan helpen om het organische stofgehalte van de grond te verhogen. Het idee daarvan is dat het goed is voor de bodemvruchtbaarheid. Je bodem wordt als het goed is weerbaarder. En het zou ook kunnen helpen om verdroging tegen te gaan, omdat meer organische stof in de grond zou kunnen betekenen dat je grond wat beter water vasthoudt. Om te zorgen dat maaisel goed van kwaliteit is, hebben we het laten bemonsteren. Dan gaan we ook toetsen aan de hand van de meststoffenwet. En daarnaast hebben wij de bodem onderzocht om te kijken van hoe de situatie nu is en hoe de bodem straks is als de Bokashi zijn werk heeft gedaan. Dus over 6 maanden gaan we nog een keer bemonsteren en gaan we met elkaar vergelijken. Binnenkort worden de onderzoeksresultaten van deze pilot bekendgemaakt. Die gaan we in een rapport aan de Omgevingsdienst sturen, waarop zij ook zelf kunnen beoordelen of de Bokashi-methode veilig kan worden toegepast. Bedankt allemaal voor het kijken. We hopen dat jullie zo een beter beeld hebben gekregen bij wat Waterschap Hollandse Delta doet aan circulair terreinbeheer.